Zo, het wordt tijd om mijn kledingkast op te gaan ruimen. En dit wil ik nog allemaal bewaren. Hoe mijn kamer er nu uitziet, zo voel ik me nu ook. We hebben hier mijn allereerste smashbook, oh my god. Dit is mijn mooie fietscreatie. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. Hey en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Deze video is niet zomaar een video. Jullie hebben het al aan de titel en natuurlijk aan het intro kunnen zien dat dit een verhuisvlog is. Ik ben heel erg excited om deze video's te gaan maken, want ik kijk er ook echt al heel lang naar uit. Ik zal even het achtergrondverhaal vertellen van deze hele situatie. Oké, laten we teruggaan naar 23 juli 2017. Op die dag hoorde ik van een van mijn beste vriendinnen dat ze binnenkort een huisgenootje zocht. En ik was heel erg excited toen ik dat hoorde. Het enige nadeel was is dat ik niet gelijk bij haar kon komen wonen. Want ik moest nog een aantal maandjes wachten. Want haar, zeg maar, oude huisgenoot was haar zus. En die moest eerst, zeg maar, ook het huis uit. Dus dat duurde een tijdje. Maar eindelijk is het zover en kan ik gaan beginnen met mijn verhuizing. Ja, het is heel raar om te beseffen om uit huis te gaan. Want ik heb altijd al gezegd dat ik rond mijn 18e, 19e het huis uit wilde. En op dit moment ben ik bijna 19,5 en ga ik het huis uit. Het is niet dat ik het per se moest, want ik woon best wel in de buurt van Amsterdam. En ik ga nu naar Amsterdam verhuizen. Maar het is ook zo dat ik gewoon bijna elke dag in Amsterdam ben. En dat kwam gewoon op mijn pad terecht. Dus ja, wat op mijn pad komt en wat ik leuk vind, neem ik natuurlijk aan. Ik zie dit ook als een nieuwe kans om mezelf te ontwikkelen. Ik vind het echt heel erg spannend, want ik zit heel goed thuis. Ik heb een prima band met mijn ouders. Ik zit wel heel vaak alleen op mijn eigen kamer. Maar het is zo raar om dit straks te verlaten. Ik kom natuurlijk wel regelmatig terug, maar dit zal gewoon niet meer mijn woonplek zijn. Dat is zo vreemd. Maar ja, dat was dus het verhaal. Ik heb er echt super veel zin in en ik hoop jullie ook. Dus laten we maar beginnen met de allereerste aflevering van mijn verhuisvlogs. About to leave, already packing. Zo, het wordt tijd om mijn kledingkast op te gaan ruimen. Ik wil gaan kijken welke items ik weg kan doen en welke items ik mee ga nemen. En ik ga kijken of ik eventueel items hier kan laten. Ja, ik vind het nog best wel lastig om afscheid te nemen van mijn kledingstukken. Maar laten we maar in mijn kledingkast gaan duiken en kijken hoe ver ik kom. Het is inmiddels al een uurtje verder en ik heb al aardig wat progress gemaakt. Ik heb een stapel met kledingstukken die sowieso weg kunnen. Dit is de stapel, best wel wat. En dit wil ik nog allemaal bewaren en hier hangt ook nog wat. En hier is ook nog wat. Het is echt lastig om afscheid te nemen van kleding. Maar ik heb het zo gedaan. Ik heb net verschillende kledingstukken aangehad waarover ik twijfelde of ik die wel of niet weg wilde doen. En toen heb ik gekeken of ik het kledingstuk het afgelopen half jaar aan heb gehad. Nou, vaak is dat niet het geval. Ga ik het nog dragen? Ga ik het nog ooit leuk vinden? En als het antwoord nee is, dan ja, is het vanzelfsprekend dat het kledingstuk weg moet. Want het is zonde om kledingstukken te bewaren die je als het ware dan nooit meer aan. En wat bij mij altijd het geval is, ik denk dan weer van wat nou als ik het nodig heb. Dus ik kan beter gewoon kleding wegdoen die ik toch niet meer leuk vind en niet meer draag. Anders heb ik alleen maar een verzameling van kleding. En dat is ook niet altijd fijn. Nou, ik ga weer lekker even een muziekje aandoen en dan ga ik weer verder met opruimen, inpakken en al dat soort dingen. Ik ben op dit moment echt één grote mes. Ik chill hem in mijn pyjama. Mijn haar. Ik weet niet wat mijn haar vandaag doet. Lekker wild. Maar ik ben de afgelopen week steeds een beetje bij beetje aan het inpakken. En mijn kamer is echt gewoon één grote mes. Hoe mijn kamer er nu uitziet, zo voel ik me nu ook.
Dat is echt niet normaal. Ja, ik ga nu weer een beetje inpakken. Het is eigenlijk best wel chaotisch voor mij om steeds een beetje bij beetje in te pakken. Maar aan de andere kant voelt het ook wel weer goed. Want ik wil ook niet last minute wachten en alles op één dag gaan inpakken. Want dat vind ik ook niet fijn werken. Dus ja, ik ga nu mijn kantoorartikelen een beetje uitzoeken. Kijken wat voor spullen ik mee wil nemen. Wat ik hier kan laten en wat ik eventueel weg kan gooien. In dit onderste laadje van mijn ladekastje bewaar ik verschillende stationary dingen. Onder andere deze map, mijn stabilo's. Heel veel Sabrina Poetry stickers. Ja, ik heb echt een voorraad. Ik had ze besteld voor afgelopen Dutch YouTube Gathering en Feed. Alleen ik heb er nog best wel wat over. Dus ik ga nu even dit uitzoeken en inpakken. Moet je zeggen dat ik echt lekker bezig ben. Alleen, ik heb niet per se het gevoel dat ik ga verhuizen. Meer dat ik een grote opruim / schoonmaak aan het doen ben. Het is gewoon echt raar om te beseffen dat ik binnenkort gewoon niet meer hier woon. Soms denk ik van, oh ja, ik kan dit wel bewaren. Ik laat het gewoon bij mijn ouders. Maar ja, misschien kom ik de aankomende maanden wel vaak bij mijn ouders. Maar in de toekomst zal ik gewoon niet meer bij mijn ouders vastwonen. Nu al niet. Wat, dat is zo raar. Om het te beseffen. Ik heb gewoon echt te veel spullen. Echt gewoon te veel. Puur omdat ik alles gewoon wil bewaren. Maar ja, dat kan nu niet. Ja, ik kan het wel gaan bewaren. Maar ja, dat is gewoon zonde. Wat ik wel leuk vind om te bewaren zijn deze Tina tijdschriften. Want in deze editie sta ik in. Even kijken hoor, waar precies. Dit is wel heel erg subtiel. Kijk, zo'n grote pagina en dan sta ik hier. Maar ja, ik sta er wel in. Dan hebben we hier ook nog een video van mij. Echt een hele oude video, niet normaal. Voor de mensen die het nog niet wisten, onder mijn bed heb ik allemaal opbergruimte. Alleen één kant van mijn bed staat tegen mijn raamkant aan. Dus ik kan daar niet bij met de lade. Dus als ik mijn matras omhoog doe, dan kan ik bij mijn opbergruimte. Dat ga ik nu ook doen. Dus ik ga kijken wat voor troep ik onder mijn bed heb liggen. En dat ga ik, opruimen. We hebben hier mijn allereerste smashbook. Oh my god. Hij is niet normaal dik. Ik besef nu echt dat ik vet veel onzin hier heb ingeplakt. Oh my god, throwback. Oké, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is dus de inhoud. Echt een troepje. Oké, ik ga op dit moment iets superleuks doen. Namelijk, ik ga mijn fiets een kleurtje geven. Want in Amsterdam heb je natuurlijk een fiets nodig. En ik heb hier ook wel een fiets, maar die is wit en die is gewoon best wel mooi. Dus die wil ik niet meenemen naar Amsterdam. Maar mijn vader is fietsenmaker, super handig. En hij heeft een fiets voor mij in elkaar gezet. En die ga ik nu customizen. Ik ga alvast even naar die fiets toe lopen. Dan kunnen jullie mijn huidige fiets en mijn toekomstige fiets zien. Dit is mijn fiets. Dus mocht je me ooit hebben gezien met deze fiets. Dit is mijn fiets. En dit is zeg maar nu mijn stationfiets. Alleen hij moet nog even wat mooier gemaakt worden. Mijn vader had hem al zo gespoten. Alleen ik vind hem niet zo spectaculair. Dus ik ga hier even een hele mooie creatie van maken. Ik heb op dit moment ook echt een hele mooie outfit aan. Ik heb mijn vaders jas aan, want ik heb geen kleding dat vies mag worden op dit moment. Dus ik heb dat ding aan. Super charmant. I know. Dit is mijn mooie fietscreatie. Ik vind het wel wat hebben. Ik heb een beetje paars en ik heb een beetje goud gebruikt en een beetje zilver. Trouwens, paarse verf is op, pap. Paars is op? Ja. Dan kun je meteen weg. Yes. Maar op zich, prima stationfietsie. Zo, daar ben ik weer in dezelfde setting als mijn intro. Ja, dit was alweer de eerste aflevering. Doe vooral dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En natuurlijk om op de hoogte te blijven van mijn aankomende verhuisvlogs. En hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. Doei! Ik weet op dit moment niet wat ik erger vind. Dat ik als een man klink. Of dat ik nu in het openbaar ga vloggen. Zelfs mijn moeder gaat een fotosessie houden in de IKEA. Deze spiegel heb ik thuis. En eigenlijk wil ik zo'n formaat. Yes, deze setting is zo cute. Ik wil hier wonen. En deze bank is ook lekker. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking, we'll get away.
to a place where we don't know.